SPQR les 33, Alexandria, deel 2. Calvus zit bij de kapper Ctesivius die trots vertelt dat zijn twaalfjarige zoon de bewegende spiegels heeft gemaakt. Hij is blij dat ze in Alexandria wonen, want daar zijn de beste leermeesters en hij heeft hem dus ook naar de beste docent gestuurd. Calvus lijkt hiervan te schrikken. Nonne novisti, nimium, scientiae saepe hominibus nocuisse. We beginnen met de persoonsvorm, dat is novisti, dat is een tweede persoon. Enkelvoud. I is die. Het is een perfectum vorm. Jij hebt geleerd, of nou ja, jij hebt geleerd. Dat betekent ook: jij weet. Nonnen toch wel. En dan krijgen we te maken met een ACI. De infinitivus is noculis. En noculis is een infinitivus perfectum. Een verleden. En dan is de, deze vorm, deze handeling. Het kwaad doen is voortijdig aan de handeling van het hoofdwerkwoord. Het weten. Je weet dat kwaad heeft gedaan en wat heeft kwaad gedaan, en dat is nimium scientiae. Nimium is te veel en waar je te veel aan hebt, staat in de genitivus. Dat scientiae te veel kennis kwaad heeft gedaan en aan wie het kwaad heeft gedaan, staat in de ablativus, of in de dativus, nominibus aan de mensen. En dat is, schuipe dikwijls, non-neminist per dikis. Hij noemt dan ook een voorbeeld. Um, nonne, toch zeker wel. Ne, me, ministi, ook een tweede persoon. Ik wou jij herinnert je toch wel. En dan perdicus, dat is de genetivus die afhankelijk is van wie je herinnert staat in de genetivus. Je herinnert je Perdix toch wel. Ctesibius, antwoord. Audivi, ik heb gehoord, een Perfectum van oudieren En wat hij heeft gehoord staat in de accusativus. Hij heeft gehoord, de accusativus perdix, dat perdix voel is, is geweest. Ook weer een voortijdige handeling. En wat hij is geweest staat ook in de accusativus. En dit is namelijk deel van het gezegde. Een leerling is geweest. Van wie hij leerling is geweest, staat dan in de genitivus. Daedalus, van Daidalos En wie Daedalus is, staat. Uh, met een bepaling erna, en die bepaling heeft dezelfde naamval als het woord zelf. Wij de een genetivus, dus wat er bij hem hoort, staat ook in de genetivus, is een inventoris, een uitvinder, elutrisimi. Dit is een superlativus, een overtreffende trap, de beroemdste uitvinder, en waarvan hij de beroemdste is, staat in de genetivus, de beroemdste van Griekenland. Calvus beaamt het, vero perdix a doctus est. De persoonsvorm is doctus est. Est is derde persoon enkelvoud en doctus is een ppp, dit is een pa perfectum passief. Hij is onderwezen, wie onderwezen is staat in de nominatives. Perdix is onderwezen en door wie hij onderwezen is staat met a plus een ablativus door daedalus. En dan gaat hij... Verder met het vertellen over hoe dat tot stand is gekomen. Daidelus. Poerum jan tenerait serum in vissen ski bat. Is de eerste persoonvorm die we tegenkomen komen. Hij wist wie wist er, is Daedalus En wat hij wist dat in een ACI. Hij wist dat de poerum is de accessief, dat de jongen. En wat de jongen had gedaan, is in Venisse een infinitivus dat hij had uitgevonden. En wat hij uit heeft gevonden staat ook in de accusatieven en deze accusatieven is dan het leidend voorwerp. Hij had een zaag uitgevonden, jam tenera aitate, en dit is een ablativus op jonge leeftijd. Eumentum acerimam posidere sensit, dit is de tweede persoonsvorm. Um, hij merkte op en hier hebben we te maken met een perfectum vorm xiex is de achtergrondinformatie en hij merkt op is belangrijke informatie en daarom het verschil in tijd. Hij merkt op dat, ook weer een ACI, dit is de agressieve die het onderwerp wordt, dat hij en met die hij wordt perdix bedoeld. Hij merkt op dat hij possedere infinitives dat hij bezat. Dit is een infinitives prusens omdat de handeling van het bezitten en het de handeling van het opmerken gelijktijdig zijn. Wat hij bezat staat dan in de accusativus en de accusativus. Mentem acerimam is het leidend voorwerp van de ACI. Een mentem, een verstand. Acerimam, zeer scherp. Hier hebben we weer te maken met een de superlativus. Deze vertalen we nu met zeer, omdat er geen vergelijkingsgroep is. Er is niet een groep geplaatst waar hij dan het meest scherp van was. En dan vertaal je een superlatiefus met zeer. En de laatste. En hij intellect zit. Hij begreep. En ook wat hij begrijpt staat in de ACI. Dus hier hebben we in één zin drie keer een ACI, drie keer afhankelijk van een ander werkwoord. En hij begreep dat de discipulum is weer het onderwerp van de ACI, dat de, um, dat de leerling en wat de leerling doet, is essen. Dat is de infinitivus, maar bij die infinitivus hoort nog een participium futurum. Actief superaturum is een infinitivus. Superaturum esse is de infinitivus futurum in de ACI. Dit is natijder. Het begrijpen vindt ja, nu plaats en het um, overtreffen is daarna, moet nog voorkomen. Hij begreep dat de leerling zou overtreffen... Spoedig en wie hij zou overtreffen, dat is de magistrum, de leermeester. En hier is de zin dan afgelopen. Homines per dicem, plus quam, se ipsum laudaturus esse praesentit. En hier zien we een enkelvoudige zin, maar weer met een ACI. Hij had het voorgevoel. En ook dan krijg je weer een ACI. Hij had het voorgevoel dat de A van de ACI... zijn de hominees, dat de mensen... en wat de mensen gaan doen is ook weer in de ACI weergeven... S, lauda, roos. Ook hier hebben we te maken met een participium futurum. Actief in combinatie met de infinitieve S. Ook weer een natijdig gebeuren. Hij had het voorgevoel dat de mensen zouden prijzen... En wie zij zouden prijzen, het leidend voorwerp is perdicem, dat zij perdix plus meer zouden prijzen kwam Sejipsum dan hij, dan hemzelf. Um, en met die Sejipsum wordt dan daedalus bedoeld. Ira affectus est. Nou, dit is een lastige zin. Ira zou zowel nominatief als een kunnen zijn aan de kleur. Zie je dat ik het een ablatief heb, ge heb gemaakt, want Ira is vrouwelijk en het PPP wat gebruikt is affectus, uitgang oes is mannelijk um, en dat maakt dat Ira niet het onderwerp kan zijn, want dan had dit moeten congrueren. Affectus est. Hij of zij est, of nee, hij est is affectus, hij is getroffen en IRA geeft dus aan waardoor hij getroffen is. Door woede is hij getroffen. Um, heb je een handelende persoon, dan nou gebruik je A of Ab plus een ablativus, maar in dit geval is het een ding en dan wordt A of Ab weggelaten. Door woede werd hij getroffen. Perdicem de arke orbis de jekit. De jeekit is de persoonsvorm. Hij heeft geduwd en hij heeft hem de arke van de burcht Urbis van de stad afgeduwd. En dan vergeet ik perdicem. Hij heeft perdix van de burcht van de stad afgeduwd. Hiervan is Ctesibius wel even ondersteboven. Diekis nema magistrum discipulum inter fekisse. Dik is nee, nee achter een woord. Geeft aan dat het een vraagzin is, niet vertalen, zeg jij, en dan krijg je ook weer een ACI. De A is de magistrum, de I is interfecisse. Zeg jij dat de meester interfecisse infinitivus perfectum voortijdig zeg jij dat hij heeft gedood de discipulum, de, uh, de leerling. Non interfectus est per dix. Nou, dat is een hele geruststelling. Perdix is het onderwerp. Perdix is niet imperfectus. Dit is de perfectum passief. Perdix is niet gedood of werd niet gedood, mag je ook vertalen. Je mag een perfectum immers ook vertalen als een imperfectum. Dei purum in avem mutari cura verunt. Cura verunt is de persoonvorm. Zij zorgden ervoor. Het onderwerp is Dei. De goden zorgden ervoor. En waarvoor ze zorgden staat met een ACI. Zij zorgden ervoor dat de jongen. En dan de infinitivus is mutari. Aan de uitgang RI zie je dat het een preuzzens passief infinitivus is. Dat werd veranderd in AVM in een vogel.